Ik ben aangekomen in Hilversum en we moeten nu het NPO-gebouw binnen. Lees zoals hier bijvoorbeeld. Heel geel. Is het heel geel uitgeslagen? Nou, het is net niet heel veel te zeggen, want het is ook wel positief dat mensen dan zien dat het zo. Dus ik ga hem even opmaken. Tot zo. Tada. Eten, ja. Ja, dat vind je leuk. Oh, dat is de camera. Hallo. Bij Club Hub en het is echt een hele leuke aflevering geworden. Tenminste, als ik de vragen zag en alle dingen. Goedemiddag allemaal, het is vandaag donderdag en ik heb me net helemaal klaargemaakt. Ik heb even make-upje erop geknald. Want ik ga zo meteen onderweg naar opnames in Hilversum voor Club Hub. En Club Hub is heel erg leuk. Het is namelijk een online YouTube-serie, tenminste als ik het zo mag noemen, als ik het nu niet verkeerd zeg. En daar interviewen ze allemaal YouTubers, celebrities, BN'ers, eigenlijk allemaal soorten mensen. En ik ben vandaag de gast in de studio, ik heb er heel veel zin in. Ik ga me even klaarmaken nog snel, ik heb niet meer zoveel tijd. Dus even snel de laatste dingetjes doen, de laatste spulletjes pakken en dan onderweg naar Hilversum. Trouwens, welkom weer bij een nieuwe vlog. Heb je nou zin in de vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started! Zo, so, I made it, net op tijd. Ik ben helemaal klaar. We zijn nu onderweg naar Hilversum, want daar heb ik dus dadelijk de opnames voor Club Hub. En ik heb mijn haar nog even anders gedaan. Ik had het eerst gewoon los, ik had het gesteld. Maar ik vond dit toch wat leuker, weet je wel. Dat ik gewoon even makkelijk die plukjes zo naar achter heb. Dus dat is helemaal geslaagd. Nu nog een half uurtje rijden en dan zijn we in Hilversum. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben aangekomen in Hilversum en we moeten nu het NPO-gebouw binnen. Want daar zijn de opnames voor Club Hub. Ik heb er heel veel zin in en ik ben niet heel erg zenuwachtig. Ik vind het wel een beetje spannend natuurlijk, maar dat heb ik altijd wel voor opnames. Want het is gewoon een lekkere, gezonde spanning. Het regent buiten, dus ik ben blij dat ik naar binnen mag, want het is echt een flut weertje vandaag. Laten we snel naar binnen gaan en naar de opnames gaan, want ik ben super benieuwd en ik heb er heel veel zin in. Nou, het is net niet zo te zeggen, want het is ook wel positief dat mensen mij dingen van meenemen. Oké, boven onze TikTok-ster. Nee, ik ben niet bang voor die, maar gewoon ook erbij. Ik heb net mijn opnames gehad bij Club Hub en het is echt een hele leuke aflevering geworden. Tenminste, als ik de vragen zag en alle dingen die ik mocht doen, is het echt heel erg leuk geworden. We hebben hier het decor. Kijk even hoe tof. Het is echt zo lekker vrolijk. Allemaal kleurtjes en ik ben het ook in het welbekende. Tenminste, als je Club Hub wel eens gekeken hebt, dan ken je dit ongetwijfeld. Het welbekende biechthoek. Ik heb hier het roze hokje, favorite. En het groene hokje. En zo ziet dus het hele decor eruit. Super tof. En nogmaals, hele leuke opnames geworden, dus ben je benieuwd? Check it. Hou van mijn Instagram in de gaten, want daar geef ik allemaal aan van wanneer het online komt, wanneer het te zien is. Dus check mijn Instagram en check dan de aflevering. Zo, we zijn inmiddels weer bijna thuis en we hebben lekker veel in de files gestaan. En we zijn het even langs werk gereden. Kijk eens welk poepie er nu bij me op schoot zit. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar kijk even. Joepie, hallo. Ben je er weer? Oh, zo schattig. Hij zit op mijn broek. Want we moeten even terugrijden en dan doen we wat op schoot nog. Hij heeft de hik volgens mij. Maar ik moet super erg oppassen, want hij heeft dus hele scherpe pootjes nog. En ik heb nu echt al zoveel broeken waar allemaal haken in zitten. Doe even rustig, schatje. Waar allemaal haken in zitten, doordat hij dus hele scherpe tandjes heeft. Ga maar lekker liggen, liefie. Het is een beetje onrustig omdat mijn moeder weg is. Maar wat ik dus zou zeggen is, ze hebben hele scherpe tandjes of hele scherpe nageltjes. Dus dat haakt super snel je broek en dat is heel gezonde. Dus ik ben de hele tijd al een beetje aan het opletten. Maar ja, ik ga hem ook niet tegenhouden, dus ik laat hem lekker lopen. Ik ga lekker naar huis, lief, en dan gaan we zo eten, ja? Ja, hè? Dat vind je leuk. Oh, dat is de camera. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is inmiddels al later, het is al middag. En ik kom net van de stad terug. En daar heb ik dit gehaald. En niet voor mezelf, maar voor Milou. Want we gaan Milou de haar verven, contour color. En je moet dan wel stap 1, zeg maar, eerst de haar kleuren. En daarna de highlights. En ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Milou is boven alle spullen pakken. Ik heb hier al wat dingen neergelegd. Dus dan gaan we het zo verven. Ik hoop wel dat de kleur goed wordt, want anders gaat ze echt killen. Dus we gaan het denk ik weer gewoon verven. Ik ben heel erg benieuwd en we houden jullie op de hoogte. Het is inmiddels een stuk later. En ik heb mezelf ook even klaargemaakt. Haar is weer gesteld, make-upje erop geknald. En we gaan nu zo meteen naar mijn ouders werk toe. Want we hebben vanavond weer een showtje. En we hebben dus vanmiddag Milou de haar geverfd. En het ging eigenlijk weer goed. Je had twee stappen. Namelijk eerst het haar een beetje soort van blonderen, lichter maken. En de tweede stap was highlights. En de eerste stap was eigenlijk super mooi. Het was echt mooi licht geworden. En bij de tweede stap ging het echt weer helemaal fout. Want het is nu best wel geel uitgeslagen.
Toen hebben we door dus die highlight waren heel geel uitgeslagen. Toen hebben we direct anti-roze shampoo gekocht. En we hadden hier nog zilver shampoo. Dus daar heeft Milou een paar keer haar mee gewassen. En het is nu wel wat geneutraliseerd. En het heeft gewoon een paar dagen nodig, denk ik. Om het even met anti-roze te doen. Want dat trekt een beetje de haarkleur eruit. En met zilver shampoo om wat doffer te maken. Ik ga even kijken waar Milou is. Want volgens mij is Milou al weg. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik was net even op mijn kamer bezig. Ik ga even kijken en dan laat ik het jullie zo even zien. En anders zien jullie dit weekend nog. Maar eerst ga ik mijn spullen pakken en naar mijn ouders werk toe. Hier is Milou. Milou is nog thuis gelukkig. Maar kijk, het is op camera is het weer anders. Alleen kijk, hier en zo is het gewoon wel mooi. Hier is het mooi licht. Alleen zoals hier bijvoorbeeld. Heel geel. Is het heel geel uitgeslagen. Alleen dat neutraliseert wel als we het een paar keer met zilver shampoo doen. Dat kan ook niet in één keer. Maar voor de rest is het wel. Alleen dit is gewoon super zonde dat dat dan zo is uitgeslagen. Misschien hadden we die highlights dan niet moeten doen achteraf. Maar goed, kunnen we nu niks meer aan doen? Nee, het is, vind je het mislukt? Ik weet het niet. Het is gewoon met die highlights, dat is gewoon, dat heeft het helaas verpest. Maar voor de rest, we gaan het fixen. Sorry. Maar we gaan het fixen met zilver shampoo en zo, dan komt het helemaal goed. En dan worden die haren gewoon weer very pretty. Voor nu gaan we aan het werk, toch? Ja. Allemaal. Ik heb net lekker ontbeten, ik heb gedoucht, maskertje erin geknald en ik ben eigenlijk helemaal klaar. Behalve dat ik zo voor make-up weer erop moet doen en mijn haar droog moet feunen. Aangezien ik vandaag wat dingetjes moet filmen en zo. En dan is het wel even mooier als ik make-up op heb, dat mijn haar gewoon goed zit. Nu moet ik alleen wel een beetje opschieten, want het is al 11:45. En ik heb om 1:00 met mijn zusje afgesproken in de stad en daar moet ik natuurlijk ook nog naartoe. Dus ik heb nog een klein uurtje de tijd om me klaar te maken. Nu kan dat op camera gelukkig heel erg snel. Ik heb hier een kwast, ik heb hier make-up. Dus ik ga hem even opmaken. Tot zo! Tada! Make-upje zit erop. Ik heb even snel het erop geknald. En ik heb echt mega snel make-up gedaan, dus dat is top. En ik heb hier de feun. Nu ga ik even snel mijn haar droog feunen. En dan is ook dat weer klaar. En dan kan ik nog de laatste dingetje afmaken en onderweg gaan naar de stad. Dus even snel mijn haar droog feunen en dan on my way. Ik heb vandaag het officieel pechdag. Ik was net mijn haar aan het feunen, zoals je ziet. Het was al bijna droog. En ineens stopt mijn feun ermee. Ik heb mijn andere stopcontacten gedaan. Hij zit hier ook in het stopcontact, zoals je kan zien. En ik kan aan de knopje schuiven wat ik wil. Hij gaat niet meer aan. Toen belde ik naar mijn moeder en mijn moeder zegt ook, ik denk dat hij gewoon kapot is gegaan doordat we hem al zo lang gebruiken. Iedereen thuis gebruikt hem elke dag. Dus de feun is gewoon toe aan vervanging. Nu ga ik zo meteen met mijn zusje naar de stad. Dus dan ga ik gewoon even een nieuwe feun halen. Heel erg zonde van deze en een beetje onhandig van mijn haar. Maar goed, laten we dan maar gewoon een spullen bij elkaar pakken en naar de stad gaan om een nieuwe feun te halen. We zijn dus nu in de winkel en we gaan die feun halen. Nee, we gaan een feunborstel halen, want dat leek ons beter. En als we toch een nieuw moeten halen, kunnen we net zo goed direct een goede halen. Waarvan we denken dat we dat meer gaan gebruiken. Dus ja, we gaan hem even zoeken als we hem hier hebben, want we hebben op internet gezien. En dan gaan we die afrekenen en halen. De nieuwe feun is binnen, we hebben hem daar. En we gaan dus dan naar huis fietsen. Want het gaat denk ik zo heel hard regenen, dus let's go naar huis. En we hebben in ieder geval een nieuwe feun. Ik ben inmiddels weer terug van de stad en ik heb dus gelukkig een nieuwe feun weten te scoren. Dat is helemaal top. Maar ik zit nog wel een beetje met mijn oude feun. Want ik zelf gooi eigenlijk nooit oude elektrische apparaten weg. Ik recycle het altijd en ik deed het een paar jaar geleden ook niet. Maar toen dacht ik ineens van het is echt zo slecht om apparaten weg te gooien. En waarom zou ik niet gewoon recyclen? Want dat is echt veel beter. Nu bedoel ik met recyclen niet zozeer altijd direct dat je het naar een inleverbak moet brengen. Maar recyclen is ook verkopen, het ruilen, het weggeven of het natuurlijk gewoon repareren. Nu is deze feun niet meer te repareren, kan ik hem ook niet echt verkopen of ruilen. Dus ik denk dat de beste optie is om hem naar een inleverbak te brengen. Nu heb ik alles even uitgezocht en het is dus zo dat je kleine elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld een tandenborstel en led- en spaarlampen, het beste kan inleveren bij de supermarkt. En wat grotere elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld dan een feun, kan je het beste inleveren bij een bouwmarkt, een tuincentrum of bijvoorbeeld een milieustraat bij jou in de buurt. Nu heb ik even gekeken op de website, want hier kan je dus allemaal inleverpunten vinden. Het is een hele handige site, want dan kan je gewoon inleverpunt vinden bij jou in de buurt. De website waar ik het net over had heet watismijnapparaatwaard.nl. En ik zal het even in de beschrijving zetten, een linkje ervan. Dus wil je dan zelf oude apparaten inleveren, ruilen, verkopen of iets anders, check dan even de website, ook voor de inleverpunten. Nu zie ik op de website staan dat voor mij het dichtstbijzijnde inleverpunt een bouwmarkt is. Dus daar ga ik zo meteen naartoe om dus mijn feun te recyclen. Nu staat ook op de website dat ze dus door heel Nederland 6600 recycle inleverbakken hebben. Nou, dat is echt bizar veel. Dus je moet er altijd eentje bij in de buurt zitten. En daarom wil ik echt meegeven, gooi je oude elektrische apparaten niet weg, maar recycle ze dus. En check even de website in de beschrijving.
Voor nu ga ik dus onderweg naar de bouwmarkt om mijn föhn te recyclen. Oké, we zijn in de bouwmarkt. En we hebben de kapotte föhn. En we gaan hem dus hier inleveren bij de recyclebakken. En deze bakken kan je eigenlijk door heel Nederland vinden. Bij dus bouwmarkten, supermarkten, tuincentra's, milieustraten. Link staat in de beschrijving. Wij gaan hem nu inleveren en hebben hem dus gewoon lekker gerecycled. Oké, dit is dus de recyclebak. En hier staat dus wat je er allemaal in kan inleveren. Echt van alles. Je hebt hier dus een bak voor lampen, batterijen, telbuizen en elektrische apparaten. En daar gaat hij van ons in. Dus we doen hem erin. De föhn is nu in de bak voor elektrische apparaten gedaan. En we hebben hem dus nu helemaal gerecycled. Top! Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik heb net even lekker gedoucht. En ik heb mijn haren droog gevuld met een nieuwe föhn en kijk even hoe top. Zo'n föhnborstel is echt heel erg fijn. En ik ben vanochtend ook al naar de nagels geweest. Ik heb eigenlijk al een best wel een lange dag opzitten of lange dag. Het is inmiddels volgens mij, even kijken, het is 1:02. Ik kom net terug van de nagels ook. En kijk hoe pretty weer, het is helemaal mooi. Ik heb dus een overlopende roze kleur. Dat een beetje overlopen vond ik heel erg leuk. En ik ga Milou er even bij halen. Milou, kom er even bij. We hebben dus een paar dagen geleden Milou haar geverfd en het was niet helemaal goed uitgepakt. Nee. Nu is mijn moeder ermee aan de gang gegaan en heeft hij voorin een donkere spoeling gedaan. En nu is het wat meer, ja, doe eens naar voren. Wat meer kastanje-oranje. Het lijkt op, trouwens op beeld heel anders. Maar het is in ieder geval beter dan die lichte pluk hier voorin. Dus we hebben het nog een soort van een beetje kunnen fixen. Mijn camera staat weer niet scherp, hoi. Daar zijn we. En wat vindt u ervan? Ja, ik weet niet. We hadden het beter niet kunnen doen, misschien achteraf. Ja. Dan was het gewoon meer. Maar het is op zich, ik vind het wel veel beter dan dat het was direct na het verven. Want dan had je natuurlijk helemaal die plekken vooraan. Ja, dat wel, het is wel beter dan dat het was. Maar het is, Ja, we hebben het nog een soort van, nou, mijn moeder heeft het vooral goed gesaved. Voor nu ga ik zo meteen, jij moet huiswerk maken leren, toch? Ja. En ik ga naar mijn oma toe, want daar is Roos ook al. Dus daar ga ik nu heen. En dan hebben we een lekkere zondagmiddag. Niet te veel op de planning, dat is wel lekker. En dan morgen weer een nieuwe week. Nou jongens, het is inmiddels al avond. En we hebben net lekker avond gegeten. We hebben best wel vroeg gegeten. Ik heb een leuke middag gehad bij mijn opa en oma. En ik ben even op mijn kamer met Joepie. En hij heeft een tapijtje aan het pakken. Het is zo schattig. Ik liep hem naar mijn kamer toe. En ik had eerst helemaal niet door dat hij achter me aanliep. Tot ik ineens dit zag. Joepie, wat zijn we aan het doen? Mag dat wel? Mag dat wel? Kom eens. Kom eens, Joep. Kom eens. Hallo. Hallo. Oh, zo lief, hè? Hij is dus alweer best wel veel gegroeid. Maar kijk hoe schattig. Wat een droppie. Ja! Hallo. 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 Hij is helemaal nat door de regen. Het regent buiten dus zo hard. En we waren het aan het eten en toen was hij even buiten aan het spelen. En onze tuin is helemaal afgesloten, dus hij kan nergens heen, kon ook geen kwaad. Maar het regende een beetje en hij is helemaal zo nat en hij vindt het zo leuk. Oké, tot zover even mijn speelkwartier met Joep. Hij is zo bizar druk, jongen. Hij ging net helemaal rondrennen. En dat heb ik niet gefilmd, maar hij ging dus heten mijn voeten proberen te pakken, want dat vindt hij heel grappig. Maar dan schrik je best wel, dus dan ga je helemaal wegrennen en zo. Dan gaat hij met je mee rennen, het is zo schattig. Maar dan kan hij straks in ieder geval lekker slapen, want hij is lekker moe. Voor nu ga ik met mijn ouders mee naar het werk, want ik heb vanavond hebben we een klein dingetje. En ik moet even werken in de bediening, dus ga ik mee naartoe. Jongens, wat ben ik buiten adem. Oké, ik ga mijn spullen bij elkaar pakken en dan ga ik daar naartoe. Want dan moet ik even een avondje werken. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels de volgende dag. En gisteravond was ik best wel laat terug van werken. Dus ik had niet meer echt tijd om mijn vlog af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze even doen. Alles is gisteravond trouwens gewoon goed gegaan, alles liep lekker. En eigenlijk was de avond ook zo voorbij. Ik had alleen helaas wel mijn camera thuis laten liggen. Dus ik kon daar niet heel veel vastleggen voor jullie. Heb ik ook niet gedaan. Dus ik zeg wel niet zoveel. Maar ik heb eigenlijk helemaal niks vastgelegd daar. Dus een beetje dubbel. In ieder geval ga ik voor nu de vlog afsluiten. Dus vond je het nou een leuke vlog? Doe dan even een beluimpje omhoog. Vergeet je onder hier ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot snel bij een nieuwe video. Doei doei!